Ook hier weer in herhaling, Zoukaki met assist en Zeki met de 3-1. Zijn tweede doelpunt, 3-1 voor Tim Elisa. Zoals gezegd, de wedstrijd duurt 15 minuten. 15 minuten, de tijd loopt gewoon door. De laatste minuten pakt de scheidsrechter over. Staat de tijd stil. En we hebben bij 3 overtredingen, iedere overtreding die eraan komt, is een 10 meter. Zonder haar trouwe sponsoren, Yilmaz Verzekeringen bijvoorbeeld, of Bades, Bades Eetcafé, Stichting Open Door en Mind Fashion. Zo zijn er een hele lijst die ik zo meteen op ga noemen. Elisa Cleaning, Elisa wat nu op veld staat. Derde overtreding, iedere overtreding hierna is een 10 meter trap. Uitgelegd. De wedstrijd duurt 15 minuten en de laatste minuut, dan neemt de scheidsrechter over.
teams mogen ook klaarstaan. Dat zijn de All-Stars, Bouchafra en NSD. All-Stars, Bouchafra. En terwijl ik bezig ben met de volgende wedstrijd, zie ik hier de aansluitingstreffer van Team West. Zoals ik net al zei, Team West draait lekker. Eerste wedstrijd mooi gewonnen. Dus nog een spannende restant van de wedstrijd. Maar wat ik wil zeggen is, Team All-Stars, Bouchafra, hierna tegen NST. En de vierde overtreding is een 10 meter trap. En dan gaat vijfde Moussaoui erachter staan, ja. Linkerschot van FT Antwerpen. Benieuwd hoe deze gaat zitten. Wel een verzoekje voor de mensen die op de tribune staan. Ga alsjeblieft zitten. Zo houden we het zicht voor iedereen. Dus alsjeblieft niet in die middenpad gaan staan. Er zijn links en rechts zijn nog voldoende plekken. Maar zorg dat je gaat zitten en niet gaat staan. Ja, de linkerbaan, zoals we dat zeggen, de linkerbaan van Khalid El Moussaoui. 4-2 voor team Elisa. En Khalid Moussaoui met nog een linkerbaanschot. 5-2 voor Tim, Team Elisa. De wedstrijd lijkt beslist. 5-2. Eerste wedstrijd is gewonnen door Team Elisa met duidelijke cijfers. Hierna dus de All-Stars Bouchafra tegen NS Team.